Goeie vraag, Tony. Ik ben bang dat het zwembad nog niet klaar is. Dat is niet fijn, want ze beginnen al een beetje onrustig te worden. Het is niet verstandig om ze nog langer in die kist te laten zitten, Bob. Wauw, wat is hier gebeurd? Het was een ongeluk. Het spijt me echt zo erg. Het is oké, Lifty. Maar we moeten een plek vinden om deze pinguïns blij te houden terwijl wij het glas herstellen. Bob? Wat is er, Lifty? Ik denk dat ik wel een plekje weet waar we de pinguïns kunnen houden. Een plek waar ze veilig zijn. En kunnen spelen. Wat dacht je van een nieuwe fontein bij het stadhuis? Die ene waar Leo aan heeft gewerkt. Oh ja, hij is perfect. Mevrouw Bennebroek is de hele dag weg. En jullie zijn niet klaar voordat ze terug is. Wat zeg jij ervan, Bob? Ik zeg, goed plan, Lifty. We gaan het doen. Volg ons maar, Tony. Maak jullie geen zorgen, pinguïns. Nog even en jullie spartelen weer vrij en zorgeloos rond. Oké, Wendy, Lifty, laten we dit maken. Ja, het kasteel van Fixum is een heel mooi voorbeeld van middeleeuwse architectuur. Het is ons oudste en meest historische monument. Heeft u eigenlijk oude gebouwen in Rivierstad, meneer Sneeuw? Oude gebouwen? Ik kan niet tegen oude gebouwen. Een stel opgestapelde brokken, als je het mij vraagt. Daar heeft u een punt, denk ik. Maar Lentestad heeft ook een paar geweldige nieuwe gebouwen. En dat is precies wat we u nu wilden laten zien. Laten we de pinguïns uit de kist halen en lekker laten zwemmen. Goed zo, jongens. Kostelijke wezentjes. Ze vliegen toch niet zomaar weg, hè? Oh, nee. Deze dieren hebben geen vleugels. Dat zijn flippers. Ze kunnen zwemmen, maar niet vliegen. Maar zo te zien kunnen ze wel hoppen. Volgens mij vinden ze het hier wel fijn. Ja, maar zodra hun nieuwe zwembad klaar is, brengen we ze terug